Hoi. Hoi, we zijn op Schiphol Airport. Ja. Gaan we eten. Ik heb een broodje. Oh nee, net. Mag jij dat wel? Ik weet niet. Ik denk. Ik zag gebakken uitjes, dus nee. Dan zou het wel mogen toch? Ja, ik was op vakantie. Toen ging een nasi eten met jou. Dan mocht je dat niet. Oh ja. Ik weet niet. De rest wel. Dus. En wat zit daarin? Avocado en kip. Mag ik eentje proeven? Ja. Sorry. Engeland. Ja. Ja, de FA Cup final als het goed is. Ja. Ja, oké. Doei. Ik hoef niet te plassen trouwens. Nog niet. Nee, dat is een hele goeie. Zo, doe eens de gordijn op. Het is wel snel weg. Doe ik het wel zelf? Oh, ik heb het goed. Wauw, kijk. Oh, we kijken precies op koorts uit. Waarom word je er eigenlijk op uitkijken? Dat is juist niet goed. Ja. Maar Ibis budget is ook leuk. Kijk hoe klein dat ding is. Hallo. Hoi. Wij gaan een testje laten doen. We moeten daar eens uitstappen bij... En dan morgen. We moeten dus een test doen en totdat we de uitslag hebben moeten we in quarantaine. We moeten dus helemaal naar Londen om het test te laten doen. Ja, want anders kunnen we niet binnen 3 uur weer staan. En ze controleren eigenlijk. Ja. Dat is toch erg. Ja. Ik moet een beetje bekeken dan net. Maar ja. Dus nu gaan we naar de O2 Arena. Oké, we moeten naar Carpark voor. Daar staat. Wat vind je van de leuke lichtjes? Ja, dat vind ik echt heel erg leuk. Ja, ook stinkt er weer. Ja, kijk, en daar zie je die mensen lopen, de O2 Arena op. Dat gaan we ook een keertje doen. Ik heb net mijn test af. Bij Sanne zag het eruit of het iets moeilijker ging. Daar komt ze aan. Waarom moest je het zelf doen? Omdat ze zei, je moet je tong naar beneden. Toen ze weet je, doe het zelf maar. Ze ging echt mokenver bij mij. Bij jou niet? Sowieso ja, verder dan in Nederland. Ja, dat wel. Maar niet dat ik moest kokhalzen of nee, zo. Maar ze zei, zeg A. Ah. Dus ik zei A. Ah, dus stak ze dat ding echt gewoon op van strotten in. Oh, ja. Bij mij toen moest ik het zelf doen. Ik voel het wel nog steeds echt in mijn neus steek. Echt mijn zo neus? Ronddraaien, zo mijn hele ik neus. Ik voel het in mijn keel. Oh, nou, nee, ik niet. Maar volgens mij had ze er gewoon geen zin in en zei ze, nou doe het dan maar zelf, dat is oké. Nu zeggen ze 3 tot 5 uur, hè? Bij mij zijn ze 3 uur. Oh, bij mij zijn ze, ja, eerst bij de balie 3 tot 5 ja. En die van mij zijn ook 3 tot 5. Kijk, dames en heren, voor ons. Dat is nou de O2 Arena, dat hebben we er net ook al gezien. Ik weet eigenlijk niet helemaal wat het is. Ja, het is een concertzaal, maar volgens mij kunnen ook andere evenementen. Ik weet het niet. Ik vind het niet een heel mooi ding. Nee, ik ook niet. Totaal niet zo. Nee, alles behalve. Ja. Oké, maar goed, we gaan even snel naar de Tesco en dan weer helemaal terug naar het vliegveld. Hallo. Wij zitten in onze kamer. Op de slaapbank. Op de slaapbank inderdaad, want die was er. Dus dat hebben we gewoon uitgeklapt, zodat we gewoon kunnen liggen. Wat hebben we allemaal gedaan? We hebben ons laten testen. We zijn allebei negatief. Helemaal een fucking O2 Arena, ja. Zoals jullie hebben gezien. Oké. En toen hebben we nog even de Tesco Express wat eten gekocht. Maar dat zien jullie allemaal vast wel. De belangrijke dingen. Toen zijn we teruggegaan. Weer fucking lange reis. Ja.
Ik heb trouwens gezien, het is 50 kilometer hier vandaan. Ik heb echt geen besef van kilometers. Nee, dat snap ik al, maar het klinkt wel veel. Ja, maar goed. Ja, dus lekker burgerkin gegeten. Precies, lekker burgerkin gegeten. We hebben onze drinken weer gerefilled. Ja. Nee, maskertjes dus. En daarna gaan we slapen, I guess. Hoe lang gaan we nog opstaan? Hoorde je wel? Ja. Kijk. Oh my god. Dat vond ik eng. Ik durf eigenlijk niet, Maria. Doe jij maar. Straks staat er iemand. Jij mag converseren. Is de shit helemaal hier naartoe gekomen? Oh my god, ik hou van pakjesavond. Wat leuk dat hij helemaal vanuit Spanje hier naartoe is gekomen. Vanuit Spanje, vanuit Nederland. Hij is nu Oh ja, sorry, zijn nu in Nederland. Zou die ook met EasyJet zijn? Misschien staat van de zon. Wat is dit ook? Nee, maar ik vlieg gewoon met Amerika. Hij gaat niet met vliegtuig. Nou, dan moet Amerika in de spiegel. Nee, dat is trouwens ook zo snel geworden. Amerika is met pensioen. Oh, maar die moet gewoon bij de speciaal. Het moet gewoon in het bagageruim. Oh, maar we gaan cadeautjes uitpakken. Woe. Trouwens, voor de buitenlanders. Als je wil weten wat Sinterklaas is, moet je het even opzoeken. Het belangrijkste is dat hij cadeautjes brengt. Alleen aan de dieven. Ja. En een beetje de kerstman. Ja. Maar dan van deze. Maar wij hebben ook kerstman. Dus gewoon extra. Het is de broer van de kerstman, zeg je wel. Wij zijn gewoon heel gretig in Nederland. Maar wij hebben geen Thanksgiving. Ja, oké. Maar ik hoef ook niet per se een kalkoen te eten, dus dat scheelt nog wel. Oké. Wie gaat de eerste graaien? Jij. En dat maakt niet uit of ik er niet eentje van mij ga graaien, maar dat is gewoon. Kijk eens, oké? Lauren! Spannend! Oh mijn god! Wat leuk! Eerlijk, wat dat vind ik echt leuk. Zo'n ding voor je opladen. Oh. Eerlijk, dat is echt wel een van mijn opladers kapot gegaan. Oké. Okay. Ah, die penguin! Wat leuk! Die schaal. Dankjewel! Sinterklaas! Net als je Lingo zit, wordt het een groene of een rode bal? Oh, nee, ik wil er niet voor jou. Hoe weet je wat Sinterklaas aan mij heeft gegeven? Hoe noem je maat dingen? Oh. Sanne! Wat zou het zijn? Wat goed! Oh, deze is ook leuk! Met zo doorzichtig. Hij is magnetisch. Oh. Dus die plakt zo op elkaar. Oh, dan hoef je niet zo te... Oh. Ja. Wat goed, dan kan ik mijn docu Sinterklaasje. Dan kan ik mijn CD-hoes in doen. Wat goed! Lauren! Dankjewel! Interesting. Oh, ze doet het pakketje. Oh mijn god! Ik ben wel een beetje groot. Wat is dit? Wat is dit dan? Ja, dat weet ik niet. Er zit een ketting in mijn ding dat ik mag kijken. Wat? Ik ben zelf afgehaald. En om één nog. Wauw. Wacht, ik laat het trein ook even zien. Hoe staan mensen misschien? Oh mijn god, zo gaat het heel grappig. Oh, bedankt. Wat dacht je dan? Ik ga het niet zo. Nee! Oh, wat handig! Weet je nog dat we het allemaal hadden? Ja. Op het vliegveld. Het is allemaal die leuke dingen. Ja! Wat goed, gaan we zo gelijk omheen doen. Dank u Sinterklaas. Kijk, het is een paspoorthouder. Moes. Deze ga ik daar aan doen. We gaan nu samen grijpen, want het voelt een beetje leegjes aan. Ik heb het doorgekruist. Oh nee, wacht, we pakken elkaar. Lauren!
Sanne! Ik heb je dat te kijken, wat is dit? Oh! Wat is dit? Waarom mag niet? Dat goed, was je me daarom een beetje aan het tegen. Ik dacht, oh, wat goed! Dank je, Sinterklaas. Ik kan het gelijk gebruiken. Oh, echt goed. Hoe is dat? Kijk jongens. Dit is wel goed. Mijn slippers. Kijk hè. Ik kan wel alsjeblieft dit passioneren. Wat kind dan? Komt het hoor. Nou, hallo. Het is matchday, zoals je kan zien. We zijn een beetje ingepakt en dat soort dingen. We gaan naar Birmingham. Maar we zijn nu naar Luton Airport onderweg. We gaan naar Wembley. Ja, we moeten even tickets halen en de bus. En dan naar Wembley Park. Ik ben al vaak geweest. Come on you. Twee keer zelfs. Ja. Come on you. Gunners. Oh, Lauren. Kijk eens wat we hebben gekocht. Een leuke hand. En een sjaal. FA Cup final. We zitten in de green zone. We kunnen hier natuurlijk niet komen zonder dit te filmen. We gaan het even aanraken voor de bus. Nou, nu kan het niet meer fout gaan. Nee, echt nee, wacht. Hier lopen we lopen binnen. Wembley Stadium. Wat? Help. We zitten bij de BBC. Hè? Unreal. Unreal. Waarom? Nummer 2. Ella Henderson, everybody. Ja. Maar wacht op het nieuw.
wc. Ga jij het maar zeggen. Ik? Oké. Het is rust. Het gaat nu even Chelsea. Maar ik vind wel dat het is niet dat Arsenal echt geen kans heeft of zo. Dus ik heb er een vol vertrouwen in. Volgende helft moet Arsenal hier scoren. Dus dan komt het helemaal goed, jongens. Onze tenen zijn trouwens een stompje ijs geworden. Wat zijn tenen? Ja, dat hebben wij niet. Oh. Het is wel gestopt met regenen. Het regende eerst. Shut up and dance with me. Nou, kom op. Tweede helft. Komt helemaal goed. Shut up and dance with me. Shut up and dance. Niet met dat flesje. De story. Veel lekker. Ja. We hebben onze kaartjes al in de pocket. Early bird. Wat hadden we ook alweer gezegd? 4-2. Oh. En dan een goal van Danielle van de Toon. Lieke Wacht, Jill Rot en Vivianne Minema. Ik had het over de next year final. Maar dit ook, ja zeker. Oh. Deze met die next year final ook. Maar wie scoorde er voor Engeland? Beth en Lia of zo? Die hadden inderdaad, of Jordan. Ja, ik weet het niet meer. Maar goed, dat staat nog steeds hoor. Dus dat het verplaatst is, betekent niet dat het niet meer gaat gebeuren. Nee, dat is nog steeds 4-2 hadden we gezegd. Ja. Oké. Tot volgend jaar dus, twee keer. Lauren, waar zijn we? LSVM Orde. Ik vind het ook leuker op Meadow Park. Ja, ik zat er ook aan te denken, maar ik vond dit ook wel leuk hoor, op zich. Leuk. Het zat vol, ik was heel blij. Nou ja, nee, oké, maar... Ik snap wat je bedoelt. Hoi, we zitten in de Mac, of course. En we kijken een dramatische minuut. Chaos. Chaos, dat is wat ik beter noem, niet per se dramatisch. Nee, tot nu toe is het niet dramatisch voor mij. Ja, we gaan nu terug ook naar het hotel. Doei! Hoi. We zijn uit het hotel, Holiday Inn, naar Luton Airport aan het lopen. Het is, let's say, lekker vroeg. As always.
Hoi. Hoi. Ik mag nog afsluiten. Ja. Hoi. Kennen jullie mij nog? Ja, dat betekent dat we op school zijn geweest. Dus de dag zit er weer op, de trip zit er weer op. Ja, we hebben een flink dagje school achter. En morgen mogen we weer. Maar goed, ja. We zijn dus vanmorgen teruggevlogen. Ja. En daarna naar school. We waren een beetje moe, dus vandaar dat de content... Ja. Het was, was vroeg. Maar om het goed te maken, volgend jaar om het goed te maken, hebben we nog een keertje een vlog met Nicky. Is dat goed? Ja. Yeah. Goede deal voor mij wel, Matthew. Oké, sorry. Dat was het dus. Ja. Doei. Bedankt Doei. Voor het kijken. Ja. Duimpje omhoog. Allemaal duimpje omhoog, abonneren. Lieve Reetie. Goed van mij. Ja, precies. Oké. Doei. Doei.